Ik ben Jesse Rolfes en ik woon in Wijdeveen en ik ben 13 jaar. Ja, ik ben Rianne. En ik ben Kim. En hoe oud zijn jullie? Ik ben 22. En jullie komen uit Kresineveen? Ja. Ik ben Sylvana, ik ben 16 jaar en ik kom uit Kresineveen. Ik ben Laura, ik ben 16 jaar en ik kom uit Lierke. Oké. Jij mag eerst. Ja, ik ben Carmen. Ik ben Marco. En hoe oud zijn jullie? 20. 20. De scholen zijn dichtbij en de mensen zijn wel open. We hebben leuke buren en ik woon dan zelf in het centrum. En daar is dan ook wel een koop en een kapper. Ja, en er is een zwembad en die moet wel open blijven. Ja, nou, het is hier gewoon hartstikke gezellig en iedereen kent elkaar. In bijvoorbeeld de wat grotere steden, daar loop je elkaar zo voorbij als je elkaar niet kent al helemaal. En Dat is niet echt heel erg sociaal of zo. En dat is hier wel meer. Oeh, het leukste om te wonen in Erik, hè? Ja. Ik ben het liefst trouwens gewoon in Kresineveen. Oké. Okay. Ik ben nooit eigenlijk in Erik, hè? Zwarte meer helemaal niks. Oké, okay. Ik wil Kresineveen wel. Ja, dit is wel een stuk beter. Ja. Nou is ook alleen het centrum, maar voor de rest is ook niks. Er is weinig uitgaande even in Wijdeveen. Oké, okay, dus dat zou je wel veranderen? Ja, een club of zo. Ja, ik denk dat het overal wel eens voorkomt. Soms ruzie, weet je wel, met uitgaansgelegenheden en zo. Ja, okay. Voor de rest, niet veel. In Erica zijn er gewoon heel weinig winkels. Ja, en ik heb niks eigenlijk met Erica. Eigenlijk gewoon niet veel. Daarom ben je zoveel in Kresineveen. Ja, ik woon ook afgelegen, dus ik kom eigenlijk nooit echt in het dorp. Oké. Okay. Is er iets wat je minder leuk vindt aan Kresineveen? Omdat er hier de laatste tijd veel verbouwd wordt, vind ik toch wel heel lastig. Ik vind het wel jammer, want echt dat bij Kresineveen hoort gaat weg, vind ik wel jammer. Dat hier niks te doen is. Dus in IRA is er helemaal niks te doen. Oh, wat mis je zoal dan? De jeugdsoos. Ja. Jeugdsoos? Ja. Dikke evenement. Ja, de feest. Meer discotheken. Ja. En daar zouden jullie ook gebruik van gaan maken? Ja. We moeten nou elke keer ergens anders heen. Emmen is al niks meer aan. En Nieuw Amsterdam, dat verdwijnt ook al langzaam. Ja, en hier Heb je gewoon niks. Discotheek. Discotheek. Ja, een discotheek, ja. Daar zou je graag gebruik van willen maken. Ja, we hebben hier wel een paar kroegjes, maar een discotheek hebben we niet. Nee. Als ik vrije tijd heb, dan moet ik natuurlijk eerst aan mijn huis werken als ik uit school kom. Okay. En dan ga ik, ik ga met mijn vrienden naar even rondfietsen of daar ergens zitten. En als het regent, ga ik voor de PlayStation 3. Nou, we zitten zelf, de jongens van ons hebben een kroegje hier in Kresineveen. Daar zitten we dan. En dan gaan we misschien nog eens naar de corner. Oké. Okay. Winkelen soms, hè? Beetje check. Leuk. Van alles wat. Ja, op zich wel, ja. Nou, hartstikke mooi. En bedankt voor je medewerking. Natuurlijk. Komt erop te staan? Nou, er staat van allerlei informatie op. En als jullie vragen hebben over bijvoorbeeld evenementen of weet ik veel, dan kun je bij ons aankloppen en kunnen we jullie ermee helpen. Nou, als het goed gaat werken, dan zou ik er wel gebruik van maken. Jawel. Ja, ik wil wel zien hoe ik erop sta. Ja. Oké. Okay. Ik ook wel nieuwsgierig.